Sportieve groet uit het Los Sportcafé. We gaan natuurlijk terugkijken naar afgelopen zaterdag. De derby werd gespeeld. Dat doe ik met twee heren die daarover schreven of over vertelden. Stefan Koelewijn, Bart Bos, welkom. Dankjewel. Ja, even in een paar woorden. Als jij op je werk vertelt over afgelopen zaterdag, wat zeg je dan, Stefan? Ja, geweldig voetbalfeest. En een derby zoals die hoort te zijn. Mm-hmm. Gewoon één groot feest en geen gedonder verder, ja. Om het maar even zo te zeggen. Als jij mensen van buitenaf spreekt, wat zeg je dan? Enerveerde derby, gelijkspel. Had twee kanten op gekund. IJsselmeerders had vlak voor rust 2-1 kunnen maken en aan het eind 3-2. En Spouw had op 3-1 moeten komen. Ja. Goed, dat gaan we straks allemaal uitwerken, deze opmerkingen. Dat doen we de komende drie kwartier natuurlijk met beelden van de eerste helft, van de tweede helft. Interviews met de trainers en een aantal spelers. Maar we beginnen met een fragmentje van 2016 april. Toen zaten Bart en Stefan, jullie zaten toen hier aan tafel. En een van de vragen was, na de derby die we toen bekeken, dat was de afscheid, de uitzwaai derby. Hoe denken jullie over de toekomst van de derby? We gaan eens kijken wat Bart en Stefan toen zeiden. Hopelijk zien de ploegen elkaar gauw weer terug. Eén deze jaren. Ga je de derby missen, Stefan? Ja en nee. Dus zo'n hele dag, wat ik al zei, dat is natuurlijk altijd leuk. Alleen als ik kijk naar de zeg maar laatste 4-5 edities, was de show er wel een beetje vanaf op het veld. En er komen ook een hoop toeristen natuurlijk, wat wel leuk is, maar dat moet ook weer niet te veel worden. Dus aan de andere kant is het ook wel weer goed dat ze elkaar misschien een tijdje niet zien. Ja. Financieel misschien niet, maar wat dat betreft wel. Ja. Zou er een andere vorm te vinden zijn om die ploegen misschien toch eens een keer tegen elkaar te laten spelen? Nou ja, een nieuwjaarswedstrijd, dan zal dat misschien lastig te realiseren zijn. Op Koningsdag, maar ja, dan zit het seizoen ook nog volop is bezig. Of je doet het aan het eind van een Spakenburgse dag, van de vierde Spakenburgse dag. Nou ja, dan zit je natuurlijk midden in de voorbereiding. Of in de winterstop. Dus dan zal het misschien wat te realiseren zijn. Dan zit iedereen thuis op zaterdag. Ja, daarom. Is veel te koud. Ja. Daarom. Ja. Stefan, de jeu is er een beetje af aan het raken, zei je. Ja, ik vond wel bij die laatste, misschien 2-3 edities, dat met name op het veld en ook daarnaast, dat die sfeer gewoon wat weg was. Toen beide ploegen deden toen wat minder. En nu, heel vroeg in het seizoen, voorheen waren eigenlijk al die derbies, die waren of in april of in november. En nu, hoeveelste speelronde was dit nu? 5 of 6? In ieder geval heel vroeg, beide ploegen bovenin. En het was weer helemaal ouderwets zoals een derby hoort te zijn. Ja, ja. Ging jij dan ook met een wat meer gespannen gevoel naartoe? Was je een beetje ingekakt ook, dat je nu weer wat zelf wedstrijdspanning had? Wedstrijdspanning niet, maar ik had gewoon enorm veel zin in die hele dag. Gewoon omdat, wat ik zei, het is gewoon een feestdag eigenlijk. Ja. Die 2-3 uur op het voetbalveld, dat is bijna bijzaak geworden, om het zo maar te zeggen. Maar gewoon echt leuk. Ja. Had je dat gevoel ook, Bart, van het is misschien wel goed dat het een paar jaar niet geweest is voor de vitaliteit van de derby? Ja, absoluut. Nou ja, wat dat betreft, het wordt een beetje normaal, zeg maar. Maar ja. Zo normaal is het niet. Ja, voor ons als Spakenburg misschien wel, maar voor vreemden zeg maar, blijft het bijzonder. En ik moest net wel lachen toen we dat filmpje zagen van Stefan kreeg wel gelijk, want KNVB heeft geluisterd. Krijgen we nu in de winterstop, krijgen we 19 januari al. Ja. We gaan naar deze derby. Vooraf, wat waren jouw ideeën, Bart, wie er de beste kansen hadden? Ja, dat is bij een derby natuurlijk altijd moeilijk te zeggen. IJsselmeer stond nu natuurlijk wel bovenaan voor de derby. Dus je zou zeggen, die hebben de beste papieren. Maar Spakenburg speelde thuis en had vorig jaar eigenlijk wel een spelletje ontwikkeld. Mm-hmm. Dat ze een beetje inzakten. Dus ik dacht, van dat gaan ze nu weer doen. Ze gaan eerst razen, ja. Dan laten ze komen en dan slaan ze toe met een Nick de Bond. Mm-hmm. Met een Arjen Salimi, een Jordi Bitter, ja. Kevin Sterling. Dus ik had Spakenburg de beste kans toegedicht. Ja. Hoe dacht jij eraf, vooraf? Daar dacht ik wel anders over. Voor mij was duidelijk, IJsselmeer was de favoriet. Mm. En het beeld wat we zeg maar het eerste kwartier hebben gezien tijdens die wedstrijd, dat is echt wat ik had verwacht op voorhand. En ik was wel een beetje verbaasd dat in de loop van die eerste helft dat Spakenburg het eigenlijk om wist te draaien. Mm. Nou, mooi bruggetje naar wat we nu gaan doen. We gaan kijken naar die eerste helft. De mooie, lekker uitgebreide samenvatting die we in 2 hebben geknipt. De eerste helft. De derby is terug 903 dagen na april 2016. Nu 29 september 2018. Twee seizoenen zonder de moeder der derbies. Maar nu is die er weer. De blauwen tegen de rooien.
landelijke aandacht bij Fox Sport met een live uitzending. 8000 man op de Westmaat. En de sfeer was fantastisch. Het was een mooie voetbalmiddag. Mooi temperatuurtje om te spelen. En een prachtig zonnetje om in te vertoeven. De eerste minuten waren niet goed. Veel ballen kwamen niet goed aan. Dit bewijst deze slechte terugspeelbal. En dan moet Selimi terug om zijn verdediging te assisteren. Met Selimi, Argent. Selimi is de naam genoemd van de invaller voor Gravenbeek. Nick de Bond zit in de achtste minuut. Kijkt waar kan hij de bal kwijt. Daar is Barry Beyer. En daar is een scrimmage. En dan ligt de bal in de goal. En is het 1-0 voor Spakenburg. Misidjan heft de handen omhoog. Maar Bitter loopt naar de bank. Heeft Bitter dan gescoord? Of is het Misidjan? De bal zit er in ieder geval in. Spakenburg op een vroege 1-0 voorsprong. Dolle vreugde bij de bank van John de Wolf. En hoe komt het doelpunt nu tot stand? En wat kan de verdediging van IJsselmeervogels aanrekenen? Nick de Bond met de bal. Barry Beyer. En dan ja, een klutsbal. En is het uiteindelijk het voetje van Sandrino Misidjan die de bal in de goal tikt. Anders had Jordi Bitter het gedaan. De Schaap is hier te laat en 1-0 voor Spakenburg. Maar niet lang daarna een aanval van IJsselmeervogels. Nemi krijgt hij de bal, ziet en vindt Van der Laar. Mike Van der Laar tegen de achterlijn aan. Bal met een hoge voorzet bij Danny van der Meijerakker. En wat een streep, wat een wereldgoal van Danny van der Meijerakker. Juicht niet, fladdert wat en is overmand door emoties. De gelijkmaker en ook in het rode vak de emoties. Vrij snel na de 1-0, de 1-1. Wat een spektakelstuk. Die eerste minuten op de Westmaat. Emoties van Van der Meijerakker vanwege intensive care waar zijn dochtertje al een geruime tijd ligt. We zien hier Mike Van der Laar. En daar staat de spits, de topscorer, helemaal vrijgelaten. En Terwiele heeft de bal alleen maar horen zoeven. Wat zit hij er fantastisch in. Danny Van der Meijerakker. Werd goed ontvangen door het blauwe publiek. Danny is blauw, olé olé. Frank van der Bos, voorzitter van IJsselmeervogels, ziet hoe dan de tweede helft van die eerste helft in het voordeel van Spakenburg verloopt. Spakenburg net iets felder. Joeri Koelewijn. Bal van de lijn gehaald. Spakenburg, wat het beste gedeelte voetbalde dat laatste half uur van de eerste helft. En het middenveld was voor de Blauw-Witten. Maar toch, hier een mogelijkheid. Olijfveld. Een gat achter Van der Neut en Beyer. En de bal wordt naast gestift. Robert Olijfveld. Wordt hier goed weggestuurd. Want het centraal duo is wel ervaren. Maar mist toch wel wat snelheid. Evenals trouwens het rode verdedigingsblok. Waar Kevin van Dierma al snel werd gewisseld. Dan zien we hier in de 42e minuut. De bal gaat naar Mike van der Laar. Mike van der Laar kapt zijn tegenstander uit. Schiet in de korte hoek naast Terwiele, maar op de paal. En Selimi roeit dan de bal naar voren toe. Daar ligt ruimte. Nick de Bond krijgt dan de bal weer terug. Daar ligt ook ruimte voor Nick de Bond. Hij stift de bal over keeper Jamie Schaap. De armen gaan al de lucht in. Bij veel blauwe supporters. Ook de bank is al in het veld om de goal te vieren. Maar de Bond schuift de bal naast. In 1 minuut twee gigantische mogelijkheden. De paal bij het schot van Van der Laar. En Sterling op de Bond. En zijn stift gaat naast de goal. 1-1 dus. We zitten tegen de rust aan. 44e minuut.
Een vrije trap. Kevin de Visser geeft die bal weg. Nick de Bond nam veel vrije trappen. Staat achter de bal. Goeie koppers bij Spakenburg. En dan blijft die bal een beetje hangen. En is het Salimi. Argent Salimi. In zijn debuut derby. De 22-jarige speler Oud Eemdijk. In de jeugd bij IJsselmeervogels. Hij hoopt op een kans en hij krijgt hem hier in deze derby. John de Wolf kiest voor de snelle aanvaller. En Arjen Salimi, kijk, iedereen mist die bal en er lijkt hij aan het niemandsland te belanden. Maar hij let op, hij scoort en brengt daarmee de 2-1 voorsprong op het bord voor Spakenburg. Het begin, Bart, hectisch, veel fouten. Ja, er ging vooral veel bij Spakenburg achterin fout. Ze speelden met 3 verdedigers, maar dat werd niet door iedereen even goed begrepen. Was het het systeem wat dan niet goed ging of waren het puur de zenuwen? Ik denk een combinatie van factoren van beide. Ja. De Wolf koos dus voor 3 mensen achterin. Snapte je dat? Nee, maar dat heb ik eigenlijk sinds het begin van het seizoen, sinds het begin van de voorbereiding niet begrepen. We hadden het er net al even over. En TC is een heel jaar bezig om een selectie samen te stellen. Dat doen ze op basis van een systeem, neem ik aan. En dan in de voorbereiding gaat John de Wolf met een totaal ander systeem spelen. Het grootste voorbeeld is eigenlijk de Bond, die dan het begin van het seizoen op linksback speelt. En ik denk dat de beste momenten dit seizoen van Spakenburg niet in dit systeem waren. Dan nog ging er heel veel mis op, door de zenuwen. Zie je ook, straks komen de trainers aan het woord die zeggen, ik zag in mijn ploeg keuzes maken die ze normaal nooit maken. Doet dan een derby zoveel met spelers, denk je? Nou ja, blijkbaar. En Vogels heeft natuurlijk een hele goede reeks achter de rug. En je zag met name de achterste 3 van Spakenburg. Het eerste kwartier was echt billenknijpen voor de blauwe supporters. Blijkbaar is het dan de druk van de derby. Ja. Hoe ging het verder, het verloop, Bart? Die beginfase was achter de rug. Het staat een 1-1. En toen kwam er een wedstrijd waar Spakenburg, vind jij, ook wel iets beter was? Ja, het voordeel is natuurlijk wel als je de 3 achterop hebt, dat je er voorin eentje extra hebt. En dat numerieke meerder, overtal wisten ze wel goed uit te buiten. Al kreeg IJsselmeervogels in de tegenstoot wel een aantal mogelijkheden. We zagen net eentje van Olijfveld voorbij komen. Ja, die had er ook in gekund. Ja. Wat ik in de rust hoorde ook van wat IJsselmeervogels supporters, die zeiden wij voetballen helemaal niet. Als wij nou gewoon weer eens gaan voetballen, was IJsselmeervogels dan een beetje geïntimideerd door de sfeer en door het harde werken van Spakenburg? Nee, wat ik denk is dat zeg maar die eerste 15, 20 minuten was Van der Meijrakker was gewoon absoluut de man op het veld. En heel Vogels rust op hem. Hij stond voor in de aanval, hij zakte uit, hij haalde ballen op. En na 20 minuten hield dat op. En je ziet dat heel IJsselmeervogels dan eigenlijk tot stilstand komt. En dat was het moment dat Spakenburg de regie overnam. Ja. Mooi goal van de Meijrakker. Hoe was zijn ontvangst? Hè? Danny Isolé. Er was best wel wat vrees van hoe word ik ontvangen? Hij uitte dat niet zo, maar hij zal het best gehad hebben, Bart. Ja, dat klopt inderdaad. Ik hoorde aan het eind van de wedstrijd iemand NSB'er tegen hem zeggen. Maar dat was het enige eigenlijk wat echt voorbij kwam. Verder werd er een paar keer op de hoofdtribune ook gehoord van Danny is blauw, olé, olé. Dus wat dat betreft, hij moet er zelf ook wel gerust op geweest zijn dat het meeviel, zeg maar. Ja. In een ander interview zei ik, of las ik, zeg nooit nooit. Zo, ga je nog wel eens voetballen bij IJsselmeervogels of bij Spakenburg? Zie je hem ooit nog wel eens een switch maken? Het is een raar zijstap, maar... Weet ik niet. Er is destijds door de... Ik weet niet precies hoe die onderhandelingen toen zijn gelopen. Vlak voordat hij naar Vogels ging, heeft hij toen bij Spakenburg gesproken. Ik weet niet of het over geld ging of over iets anders. Hij is destijds wel vervelend weggegaan. Maar inderdaad, hij werd op zich goed ontvangen. Maar ik denk ook wel dat meewerkt dat als je een blauwe bent en dan gaat de spits weg bij Spakenburg en dan komt met een andere club op bezoek, dan weet je dat hij er minimaal 1 inlegt. Ja. Dus ze hadden er al 1 ingecalculeerd, denk ik. Ignacio... Je hebt er al 13 gemaakt tegen Spakenburg. Ja, dat is ongelooflijk. En met Van der Meijer, ja, je weet het eigenlijk. Hij gaat er minimaal 1 maken, dus die hadden ze gewoon ingecalculeerd. Ja. En voor de Spijkenissen zit niet bij Spakenburg in. Nee. Met Kees Stol. 2-1 voorsprong, Stefan, terecht op dat moment. Op dat moment wel, ja. Vogels heeft zeg maar die eerste 15 minuten 4 goede kansen gehad. Die laatste van Olijfveld, die net naast ging, toen hield het een beetje op bij de rooien. Spakenburg nam weer over.
En uiteindelijk was het wel een terechte stand met de rust. In de tweede helft, gaan we die beelden uiteraard zo zien, kregen we een andere wedstrijd. Het kantelde. Had je dat in de rust aanzien komen, Stefan? Nou, niet echt. Wat ik zei, vooraf had ik echt verwacht dat IJsselmeervogels veel en veel sterker zou zijn dan Spakenburg. En ze kwamen knap terug. Die 2-2 die kwam uiteindelijk toch wel een beetje uit de lucht vallen op dat moment in de wedstrijd. Maar die laatste 20 minuten waren ze echt veel beter dan Spakenburg. En als die wedstrijd nog 5 of 10 minuten langer had geduurd, hadden ze gewonnen. Ja, wat waren jouw verwachtingen in de rust, Bart? Ja, in de rust, inderdaad, wat Stefan zei, dat Spakenburg het spel bleef vasthouden wat ze in de eerste helft speelden. En dat ze IJsselmeer misschien iets meer liet komen, maar niet wat je nu zag, zeg maar. Nee. We gaan kijken naar die tweede helft. De tweede helft zag er anders uit. IJsselmeervogels dicteerde het spel, had het meeste balbezit en loerde op de gelijkmaker. Die claimt van de Meijerakker een penalty. De Brito Rock ziet er niets in. IJsselmeervogels op zoek naar een mogelijkheid. En dan moet Leon Terwielen zich strekken op dit schot van Olijveld. De dunkschot sprak zijn mannen toe. John de Wolf ziet dat zijn ploeg dingen doet die hij liever niet had gezien. De beide trainers. Dan is daar Arjen Selimi. Kapt Justiane uit, kapt Van Leijenhorst uit, maar vindt dan nog Jamie Schaap op zijn weg. Hij ziet meer volgens het spel en bijna hier Selimi de 3-1. Spakenburg gevaarlijk met de snelle Kevin Sterling en Arjen Selimi. En het is Jamie Schaap die zijn ploeg redt. En daarmee de kans dus nog steeds op die gelijkmaker. Weer een penalty geclaimd. Scheids laat doorspelen. Geen hens. Maar het spel gaat door. IJsselmeervogels blijft gevaarlijk. Komt de bal in de 16 bij Olijveld. Olijveld draait weg bij Barry Peijer en schiet en scoort. En daar is het 2-2. Het rode vak juicht. De gelijkmaker. Hij zat al in de lucht. En Olijveld zet hem op het bord. Het man-aan-man gevecht tegen Peijer wordt gewonnen door Olijveld. En Terwielen, de bal lijkt er bijna niet in te kunnen. De hoek is klein. En toch vindt Olijveld het gaatje. Ziet ook Wim van Hanegem. Willem van Hanegem in zijn column in het AD schreef hij over een leuke sfeer, maar een slechte wedstrijd. Dat zien veel toeschouwers niet. Die zitten op het puntje van de stoel. Komt er nog een winnende goal? IJsselmeervogels is daar namelijk heel dichtbij. Justiana. En die bal gaat maar raken links naast. Realiseert ook Justiana zich. Want wat scheelt het? We zien het mooi in deze herhaling. Er kan geen snippertje meer tussen. Dan de laatste 10 minuten is een verkrampt potje voetbal. Eigenlijk is het devies als we maar niet verliezen. En zo denkt ook iedere supporter. Laat het dan maar gelijk spel blijven. IJsselmeervogels heeft de ruimte, heeft de mogelijkheden. Hier is die kans. En daar is het Terwielen die goed oplet. Voorkomt hier de winst voor IJsselmeervogels. En zo eindigt de wedstrijd in 2-2. De Brito Rock trok geen kaarten. Floot een goede wedstrijd. Liet lekker voetballen. En daarmee sluiten we deze derby af. 29 september 2018. 2-2 wordt vervolgd. Januari 2019 bij Rood. 2-2 Bart. Even kijken naar die gelijkmaker. Die viel op een moment dat Beijer niet meer fit in het veld stond. Nee, klopt. Hij was geblesseerd. Je zag het al ervoor. Dat was net voor de samenvatting. Schoot hij een bal heel raar weg. Stefan zei het net al. Ja. En nou ja, dan denk je al van, hey, er klopt iets niet. En dan zag je met zijn been trekken. En toen ging hij dat duel aan met Olijveld. En ja, dat was eigenlijk geen eerlijk duel. Nee. Dat stond op voorhand al vast dat hij hem ging verliezen. Ja.
Er is de 2-2. En dan is IJsselmeer volgens het laatste sterker. Hing de goal, de 3-2, de 2-3 eigenlijk voor de Vogels, echt in de lucht, naar jouw idee op dat moment? Ja, na die kans van Selimi, dat was zeg maar op het volle uur, nam IJsselmeer volgens weer over. En zeker de laatste 10 minuten, toen dacht ik echt van... Het was echt met hangen en wurgen op een gegeven moment voor Spakenburg. Dus ik denk dat die het meest blij zijn met de punt uiteindelijk. Ja. Wat? Ja, inderdaad. Nou ja, al hadden ze inderdaad vlak ervoor de 3-1 kunnen maken. Dus dat zal misschien ook wel in het achterhoofd zitten van we hadden hem kunnen winnen. Ja. Maar wat Stefan inderdaad zegt, de laatste 10 minuten begon IJsselmeer wel aan te dringen. Ja. Wij kijken ernaar als reclame voor het amateurvoetbal. We zijn trots, het dorp, de Bundschoten schrijft ook, het derby hoort echt bij het dorp. En Willem van Hagen zegt, het is gewoon een hele slechte wedstrijd. Stefan. Ja, beetje ontnuchterend. Ja, maar dat klopt ook. Ja. We hadden het net over de kijkcijfers. Ik heb het gisteravond toevallig opgezocht. Er kijken 13.000 mensen naar zo'n wedstrijd via Fox. Ja, voor de neutrale toeschouwer is het eigenlijk alleen leuk als je erbij bent. En voor de rest, ja, het niveau van voetbal is niet echt goed. Maar het was wel heel leuk. Ja. Nee, maar als je een tweede divisiewedstrijd op tv ziet, dan springen het wel ook in jou, hoor. Nou, er zitten vaak nog geen 8.000 toeschouwers. Dus nee. Laat het dan maar zo gebeuren. Ja. Spelers die meevielen of tegenvielen. Welke spelers bij Spakenburg vielen er voor jou positief uit of negatief, Bart? Misicjan, die ook de eerste goal maakte. Maar daar staat echt wel iemand. Mm-hmm. En hij durft ook mee naar voren te gaan. Verder, Beyer, maar Stefan zei al dat hij voor de wedstrijd al geblesseerd was. Ja. Dus die viel een beetje tegen. Verder, Selimi, die is frivol. Die was eigenlijk de echte Selimi. En verder, Bitter heb ik niet zo heel veel van gezien, zeg maar. En ik vond Juri ook goed spelen. Ja. Ja, Juri Koelewijn. Het was leuk dat die twee Spakenburgse jongens het best wel goed deden. Ja. Mm-hmm. Selimi, ik heb hem vorig jaar bij Hemdijk, 2 jaar bij Hemdijk meegemaakt. Vorig jaar kwam hij niet zo vaak aan de bak. Hij doet het verrassend goed, vind ik, bij Hemdijk, bij Spakenburg. Van de overige had ik wat minder verwacht. Ja, het is een hele leuke voetballer om naar te kijken. Hij durft gewoon heel veel. Hij is vooral goed in die hele verre voorzetten vanaf de flank. Ik vind het gewoon echt een leuke speler. Ik had hem afloop voor de microfoon. Hij is heel enthousiast. En ik vroeg aan hem, heb je geen last van je knieën? Ja. Want hij deed zo'n kniesnaai over het kunstgras. Het deed wel pijn, maar ik wilde Mbappé nadoen. Ja. Ja, hij was gewoon helemaal in extase. Ja. Het is gewoon ontzettend leuk om te zien. Ja. Spelers bij IJsselmeer volgens, die opvielen, positief of negatief? Negatief denk ik Van Dierenme, achterin. Maar eigenlijk de twee beste spelers van IJsselmeer, zoals ik noemde Van der Meijrakker al. Mm. En Jamie Schaap. Ja. Bart, IJsselmeer volgens spelers? Evan Riel vond ik wel aardig invallen, net als Markiet. Dat waren ook wel positieve uitblinkertjes, mm-hmm. zeg maar. Verder, Carmelia was ik niet zo kapot van. Die stond ook te slapen bij die 2-1 van Selimi. Dus ja, en verder Justiane, als die bal erin schiet, dan zegt hij er ook van. Ja, ja goed maar, gedaan. IJsselmeervogels heeft de gewoonte om op de website de speler van de week uit te kiezen. Dat werd Markiet. Van Leijhorst speelt goed. Van Dierenme is de vaste waarde, lijkt het. Moet Van Dierenme voor zijn plaatsje vrezen? Ja, ik denk het wel. Volgens mij heeft hij het tot nu toe nog heeft hij wel heel veel krediet gehad. Mm-hmm. En als je ziet wat Markiet speelde op zich een goede wedstrijd. Ja, die zou zomaar in kunnen komen. Het zou niet onterecht zijn. Hè? Nee, ik denk dat een aanvoerder, Kevin van Diemen is natuurlijk beroepen tot aanvoerder aan het begin mm-hmm. van het seizoen. Dat hij bij een trainer altijd iets meer krediet heeft. Ja. Ja. Omdat hij daar natuurlijk, die ziet hij een beetje als verlengstuk van de trainer in het veld. Maar Kevin is hard op weg om voorbijgestreefd te worden door een Markiet of een Van Leijnhorst. En een eigen jongen, mag hij een beetje meer krediet hebben, vind je? Ja, in principe wel. Maar ik weet niet of een Ted Verdonkschot daar zo naar kijkt. Nee. Dan noem je de naam van trainers. We gaan zo meteen een interview zien met beide trainers. Jullie hebben ze ook voor de microfoon gehad of voor de pen gehad? Ik heb alleen Danny gesproken na afloop. Dus we hadden een verdeling, zeg maar, dat Wesley de Bree en Robert Jansen ook het een en ander op zich namen. Ja. Dus dan, even in het algemeen, hoe vind je Verdonkschot? Verdonkschot is nieuw, hè, voor de pers. Hele aardige vent. Hele rustige man. Hij legt het goed uit. En wat dat betreft, hij durft te voetballen.
Dat vind ik ook wel positief. Maar verder, ja, je leert iemand pas kennen bij echte tegenslagen natuurlijk. Ja, dat is waar. Die heeft hij nog niet gehad. Nee. Hoe waren de trainers voor de microfoon? Ik heb zelf alleen John de Wolf gesproken. En die was ontzettend teleurgesteld met het resultaat. Waar ik nog wel verbaasd over was. Hij was eigenlijk echt, hij was kortaf. Meer dan normaal. Normaal is hij wat flamboyanter. Ja. Maar ik was heel verbaasd over zijn reactie. Hij baalde er echt van dat hij 2-2 uiteindelijk viel. En dat ze maar een punt hadden overgehouden aan de wedstrijd. Ja. Was ik zelf niet helemaal met hem eens. Maar goed. Ze kwamen ook voor de camera van Fox en we hebben daar wat stukjes uitgehaald. Ah, ik denk dat we de eerste 20 minuten stijf van de zenuwen stonden. Ik denk dat, dat de spelers beslissingen namen die ik niet kon begrijpen. Maar ja, dat is de entourage. Hè? Dat is dan de druk die deze wedstrijd met zich meeneemt. En ik denk dat we daarna eindelijk tot voetballen toe kwamen. In onze kracht met veel snelheid voorin. Met aardig voetbal. We ongelukkig achterkomen. Hè? Misschien niet op de slimste manier. Hè? Hoe we die twee vrije trappen weggeven. En, maar dan heeft mijn ploeg toch veerkracht getoond. En in de tweede helft zat dat er eigenlijk niet in. En dan maak je toch op een heel onverwachts moment maak je nog die 2-2, wat eigenlijk er helemaal niet in zat. Op de laatste zat er misschien nog even wat meer in, maar dan moet je tevreden zijn. Ja, ik als trainer heb niet genoten van het veldspel. Ik denk dat wij veel en veel beter kunnen. Alleen ja, dat brengt dus deze wedstrijd met zich mee. Dan moet je, heel veel spelers hebben hem nu voor het eerst gespeeld. Ja, tussen vooraf bespreken met elkaar en roepen en daadwerkelijk in het veld, ja, daar zit een groot verschil. Dan kunnen we elkaar denk ik wel een hand geven, want ik heb ook dingen gezien, zeker in de eerste helft. Hè, wat ik dit seizoen helemaal niet van mijn ploeg heb gezien, waar we normaal goed in zijn. Het combinatiespel, gingen we nu lopen met de bal, we maakten verkeerde keuzes. Het middenveld vond ik te veel achteruit lopen in plaats van de aansluiting naar onze twee spitsen, waardoor zij iedere keer in balbezit konden komen. Ja, dat deden we gewoon niet goed. En dat hebben we afgelopen weken absoluut niet gedaan. Met die 2-2, Barry bij je, mijn aanvoerder, krijg ik kramp op dat moment. We konden niet een overtreding maken, dus we konden ook niet die bal uitspelen. Of een overtreding maken waardoor het spel stil lag. En hij komt uitgerekend in duel, kan niet maximaal in duel komen. Ja, dan scoren ze 2-2 en ik denk over het algemeen... Terecht. Ja, dit is natuurlijk geweldig. Hè? Dit leeft enorm. En ik denk dat de mensen die bij elkaar van de week op verjaardag komen, ja, die zullen absoluut wel gaan zeuren over het spel. Maar ze kunnen in ieder geval van elkaar niet zarren dat de een gewonnen hebt of de ander gewonnen hebt. En wij speelden uit. Dus wat dat betreft een punt. En we hebben nog niet verloren deze competitie. Dat is het enige positieve wat ik eruit kan halen. Is dat iedereen nu tevreden is met een punt. Nou, ik ga ook wel tevreden in huis. Ik kan wel leven met de uitslag. Ik denk de burgemeester ook wel, qua veiligheid, Stefan. Ja, dat denk ik ook. Er is niks ernstigs gebeurd. Volgens mij is het heel rustig verlopen. Ik had zelf een paar gasten uit Limburg afgelopen zaterdag. Die vaak bij MVV komen. En er zijn mannen bij die hebben echt alle derbies in Oost-Europa gezien. En bij alle grote wedstrijden zijn ze geweest. En die zeggen, ja, het is echt een enorm, enorm feest. Het leeft enorm. Maar er is geen enkele agressie. Nee. En daar waren ze eigenlijk heel verbaasd over. Ik denk dat dat heel mooi is. Ja. Dat verhaal van de drooglegging, gaat dat nog door, denk je? Wordt er echt serieus door de gemeenteraad gekeken, door BMW? Er zijn nu vragen gesteld. Zou dat ooit weggaan, die drooglegging? Als ze de drooglegging weghalen, dan zou ik zeggen van verplaats hem van na de wedstrijd. Want dan wordt er denk ik meer gedronken dan voor de wedstrijd. Ja. Maar wat dat betreft, natuurlijk kun je zeggen van als een burgemeester zijnde van het gaat nu goed, dus waarom zou je dat veranderen? Maar ja, aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen van we proberen het weer een keertje. Ja, dat is natuurlijk ook heel makkelijk gezegd. Als je alles droog legt en je legt hele strenge regels op en mensen mogen niks, nee, dan klopt, dan gebeurt er niks. Maar goed, de club Spakenburg organiseert ook een feest aan de overkant. Mm. Dan zit je in gemeente Zeewolde. Ja, daar wordt net zoveel gedronken. Ik denk van ja, wie hou je nou voor de gek? Laat die mensen gewoon lekker een feestje houden voor de wedstrijd. Mm-hmm. Maar het is ook vooral voor de buitenstaanders, hè? Dat de buitenstaanders, als die in het dorp komen, dat die geen gekke dingen kunnen doen, zeg maar. Dat ze mensen van buitenaf weren daardoor. De volgende is januari. Dan moet je wel een beetje misschien door de vorst wat antivries innemen. Maar hoe is het dan?
een derby dik in de winter? Ja, ik hoop altijd op... Ik schreeuw altijd dat ik horizontale sneeuw in de bek wil. Ik vind het mooiste van voetbal kijken. Gewoon sneeuw, slecht weer. En het liefst nog een slechte wedstrijd ook. Maar wel, net als afgelopen zaterdag, gewoon spanning. Dat is eigenlijk het mooiste wat er is. Ja. Bart, we gaan kijken zo meteen naar de toto, jullie voorspellingen. Dan gaan we kijken naar de ploegen die het goed doen. We sluiten dit blokje met Debbie af met een aantal spelers die voor de camera kwamen. En dan met name zijn het de spelers die hier ook hun wortels hebben in rood en in blauw. Ja, gruwelijk. Ik denk, kwam het veld op bij die warming-up. En ik zat al 2 uur in de kleedkamer of zo, dus ik wist helemaal niet wat er hier gaande was op het veld. En toen zag je al die sfeeracties en die DJ-boot. Ja, gruwelijk. Echt gelijk kippenvel. Ik heb 2 kansen gehad. Eerst op de 2-1. Kregen we een tegendoelpunt eigenlijk daarna. Zonde. En net bijna voor tijd pakte de keeper hem goed. En dat is zonde. Je weet, met zulke wedstrijden dan gaat het nooit om het mooiste voetbal. Maar wie het hardst werkt. En we begonnen goed. Snelle 1-0. Helaas valt die 1-1 heel snel. Ja, je ziet hem komen. En je kan één ding doen. En dat is... Dat is gewoon uithalen en kijken waar hij terecht komt. En dat hij dan daar zo in gaat in deze wedstrijd, dat is alleen maar prachtig. Kijk nog even mee naar de goal. Je keek net even de andere kant op. Dat is kijken waard, denk ik, zelfs voor jou. Ja, ik denk niet eens dat hij me heeft gezien, de keeper. Ik probeer om 11 uur te slapen, nog wel eerder. Maar ik zat eerst even PlayStation met vrienden gewoon die ook in het team zitten. Even een beetje chillen. En toen om 12 uur sliep ik. Toen werd ik om 5 uur alweer wakker, maar ik heb deze week echt niet goed geslapen. Gewoon puur echt door die spanning. En toen ging ik weer slapen tot 9 uur. En toen probeerde ik het nog een keer, maar dat lukte niet meer. Toen was die spanning te hoog. We kunnen veel beter voetballen en we gingen een beetje met hun mee. En dat was niet de bedoeling voor ons. We willen voetballen en niet knokken, we willen voetballen. Voetballen spelen we helemaal van de mat en nu is het 2-2. We stonden met die hartslagmeters en volgens mij stond ik na 10 minuten al in het rood. En normaal pas na 80 minuten. Alleen ik denk wel dat de spanning echt het grootste probleem was bij iedereen. Ja, mijn dochter ligt al 13 weken op de intensive care. En, dan komen er bij zo'n wedstrijd en als je dan scoort gewoon emoties los. Nu een paar wedstrijden gespeeld en ik heb totaal geen kramp gehad. Maar nu volgens mij vanaf de 65e minuut schoot die kramp erin in de rechter. En toen na 10 minuten schoot hij het in de linker, blaren. Ja. Maar dat komt gewoon omdat je elk duel geeft je nu gewoon wat extra, laat maar zeggen. Gewoon echt 100%. Ik denk voor de sport is 2 seizoenen niet geen derby gehad. En dan merk je wel bij hun dat hun er alles aan willen doen dat we winnen. En gelukkig hebben we niet verloren. Het is een jongensdroom. Ik maakte 2-1. Volgens mij was het 1 minuut voor tijd. En daar droom je al je hele leven van. Maar toch, 3 punten zijn wel het belangrijkste. En ik hoop dat er toch nog een feestje is straks in de sportal. Ik denk dat je de eerste helft wordt je in alles afgetroefd. En sta je gewoon zwaar verdiend 2-1 achter. Maar ik denk dat we de tweede helft een beetje over en weer zijn geweest. En dat wij de beste kansen uiteindelijk hebben gehad. Ik had denk ik de grootste mogelijkheid om nog de 3-1 te maken. En dan was ik de man van het dorp, denk ik. Maar helaas, ja. Ja, je speelt 2-2. Je hebt een goaltje meegepikt en ik ben tevreden vandaag. Vroeger, als het dan gelijk werd, dan had je overal half-half feest. Dus bij de rode en bij de blauwe. Maar dan hebben we wel die vrienden van de rode zie je vanavond ook in het dorp. Dus dan ben je wel met z'n allen. Dat is dan wel leuk. Maar... En zo zijn we één happy family. Bij Eemdijk ging het even minder. We hebben geen beelden van Eemdijk. Volgende week zit hier trouwens 2 gasten van Eemdijk. Maar 0-9. Even een reactie. Ja, Stefanie van Twillers zat naast mij bij het verslag. Ja. En die schreef dan elke keer een tussenstand op van Eemdijk. Want die noemden we hadden de hele wedstrijd uitzending. Mm. Dus die moesten we even noemen. Ja, en dat werd gênant. Dat doet echt pijn. Bart? Ja, ik had dit niet verwacht. Nee. Op een gegeven moment, natuurlijk calculeer je nederlaag in tegen DVS 33. Een van de titelkandidaten in de derde divisie. Maar dat het zo erg is. Ik dacht op een gegeven moment na 0-5, 0-6, dan gooi je de pot al dicht en komt er niks meer door. Maar ja. Maar goed, zometeen krijgen we de vraag van de week. Ook een vraag voor jullie. En jullie mogen nadenken over de vragen voor de gasten volgende week. Volgende week zit hier Menno Veldhuizen. Dat is de grote Menno Veldhuizen. Die is bestuurslid sponsorzaken. Die neemt afscheid op de ledenvergadering. En Jan van Twillert zit hier. En hij is verantwoordelijk voor de technische zaken van Eemdijk. Jullie mogen vragen stellen aan die gasten. We gaan eerst even kijken naar de toto. Want... We gaan eens kijken wat de gasten van vorige week hebben voorspeld. Toen zaten hier Danny van der Meijerakker en Tom Oost-Injen.
Die hield het keurig op een gelijkspel. 6-6. Zou een mooie stand geweest zijn. 6-6. Wat levert dat op? Wel, op het hoogste podium staat Hans van Arem met onze man achter de schermen, Jan Bast. Ja, en Danny en Tom die gaan naar Ted Verdonkschot op het schavot. En waar komen jullie te staan? We gaan kijken naar jullie voorspellingen. IJsselmeer volgens de treffers. Eensgezind, Stefan, Bart. De Vogels gaan winnen. Wat wordt er voor wedstrijd, denk je, Bart? IJsselmeer is de treffers. Ja, vorig jaar was het 1-5. Dat hoop ik nu niet meer. Dus dat betreft, maar dat, ja, ik geef nu IJsselmeer de beste kansen voor die wedstrijd. Ja. Maar ja, ik heb een beetje de hoop op een eentje, zeg maar. Ja. Nou, Excelsior tegen Spakenburg. Jullie denken allebei dat het zal een gelijk spel worden, Stefan? Excelsior is een stugge ploeg en ik vind bij Spakenburg, die speelt echt als een ploeg die tussen plek 4 en plek 8 gaat eindigen. Mm-hmm. Het hangt een beetje van te veel toevalligheden aan elkaar. Een beetje opportunistisch. En dat is gewoon een hele moeilijke uitwedstrijd. Ja. Als je nou zo hier de tegenstanders bekijkt, hè, nu staat AFC op dit moment bovenaan. Welke ploegen in jouw ogen, Bart, gaan voor het kampioenschap strijden? In de tweede divisie? Ja. Katwijk denk ik dat die nog wel hoger komt. Maar AFC die heeft natuurlijk een spitsenduo om u tegen te zeggen. Ja. Met Jordi Thijs en Riley Ignacio. Dus die twee en dan IJsselmeer is misschien een gevaarlijke outsider. Ja, daar denk ik exact hetzelfde over. Ik denk niet dat Spakenburg nog gaat aanhaken bij die drie. Die gaan er vlak achteruit. De doelstellingen waren heel duidelijk. IJsselmeer zegt, Stefan, eerste 5, lang meedoen om het kampioenschap. Spakenburg zegt eerste 7. Realistische doelstellingen? Ja, heel realistisch. Zeker wat betreft Spakenburg. En Vogels, Vogels zou misschien nog wel iets scherper kunnen zetten. Zeker als je ziet hoe ze gestart zijn. Mm-hmm. En als dit zo door blijft gaan, zetten ze die doelstelling misschien wel iets scherper in de winterstop. Ja, realistisch ook, Bart? Ja, net als wat Stefan zegt. IJsselmeer is voorzichtig met de top 5. Maar ik denk ook dat er vorig jaar in het achterhoofd zit van ja, je moet maar even kijken hoe de eerste wedstrijden lopen. Ja. En dan kun je in de winterstop altijd nog kijken. Gaan we een divisie zakken. Eemdijk gaat naar ASWH. Uitgeschakeld in de beker door die ploeg. Ja, Stefan, jij ziet het niet zitten voor de Diekers. Nee, zeker niet naar die 9-0 van afgelopen weekend. Ze hebben elkaar natuurlijk afgelopen week ontmoet in de beker. Die wedstrijd heb ik gezien en ik vond... Eemdijk speelde niet slecht per se, maar je ziet dat ASWH eigenlijk in alle aspecten net even wat beter is. En zeker thuis gaat dat de doorslag geven. Ja. Het doel is handhaving? Ik hoop het. Ik hoop het echt. Ze spelen eigenlijk een beetje boven hun stand. Dat werd ook al gelijk gezegd na de promotie. Afgelopen seizoen gingen Michael de Harde belangrijke speler bij ze. Die is vertrokken. Dat wordt gewoon heel moeilijk. Dus dat is ook een hele realistische doelstelling. Ja. Maar het zal heel moeilijk worden. Bart, jij denkt, misschien komt er nog een puntje. Ja, dat is ook meer hoop dan verwachting. Ja. Natuurlijk, ik vrees inderdaad voor een eentje. Dat ASWA gaat winnen. Maar ja, je hebt toch een beetje bunschotens bloed, zeg maar. Ja. En dan denk je toch van, ja, misschien een puntje. Ja. En gaan ze het redden, denk je? Het zal heel lastig worden, maar ze moeten voor de winterstop hebben ze een aantal wedstrijden waarin ze de punten moeten pakken. In november, december moeten ze de punten pakken. Ja, klopt inderdaad. Ja. En deze weken moeten ze doorkomen. Ja. Want ze krijgen volgende week Sedoco thuis en dan Quick Boys uit. Nou, dat zijn ook geen makkelijke potjes. Nee. Maar ja, dan krijgen ze daarna met Ajax en Dovo volgens mij en Achilles die vervallen voetbalbolwerk. Ja. Oké, we gaan kijken of de kruisjes volgende week leiden tot goede scores van Bart en van Stefan. We komen aan de vraag van de gast van vorige week. Er zaten hier Tom Oost-Injen met Danny van der Meijrakker. En Danny die stelde de vraag aan de journalisten. We wisten nog niet dat Bart en Stefan zouden zijn. Nou ja, laten we maar kijken. Wat stelde ze voor vraag? Nou ja, omdat er twee journalisten komen. Ik heb wel eens een paar interviews gegeven dat toch een beetje werd verdraaid. En is mijn vraag van, waarom verdraaien jullie soms een paar woorden of slechts zinnen? Nou Bart, je hebt de vraag gehoord. Ja, dat klopt. Dat gaat niet bewust natuurlijk, zoiets. Maar aan de andere kant ben je natuurlijk iets anders
Ja, een voetballer heeft een iets ander idee van een interview misschien dan een verslaggever. Een verslaggever wil natuurlijk een beetje het verhaal opleuken, zeg maar. En die zoekt een spannende kop, zeg maar. En ook spannende uitspraken. En als een voetballer of een trainer, of die heeft natuurlijk alleen maar het... Die is visitekaartje van de club, dus die hoopt dat de club er zo goed mogelijk uitkomt. Ja. Dat zijn de tegenstrijdige belangen een beetje. En maar laat jij ook je interviews lezen vooraf? Als mensen het willen, dan doen we dat, ja. Van de meiden ook er nooit om gevraagd? Die vraagt er ook geregeld om. Maar ik denk niet dat hij mij bedoelt bij deze uitspraak. Maar wat dat betreft, ja, hij wist natuurlijk ook niet wie er zou komen. Nee. Merk je dat, dat zie je tegenwoordig wel eens vaker, dat fake news, een nieuwsbron wordt niet altijd correct aangehaald, er wordt nieuws gecreëerd. Hè. Een blad die poneert een stelling en gaat daar vervolgens links of rechts zelf op schieten om aan nieuws te kweken. Is dat een afweging die je bij de Bunschoter ook wel eens maakt, van hoe zuiver moet nieuws zijn? Ja, natuurlijk moet je natuurlijk wel dat goed afwegen natuurlijk. Aan de andere kant ben je natuurlijk wel op zoek naar dingen die eventueel verkeerd gaan of dingen die eventueel anders hadden gekund, zeg maar. Je zou met de drooglegging of zo bijvoorbeeld, dat zou een onderwerp kunnen zijn van wil je dat weer opheffen of... Dan ben je natuurlijk ook altijd benieuwd wat het volk denkt. Ja. Heb jij wel eens te maken gehad met dit soort zaken? Nee, want als ik voor de radio iemand interview, dan kan die zijn woorden... Dat is gewoon live... Live één op één eruit. Live in de uitzending. Dus ze zijn helemaal verantwoordelijk voor wat ze zeggen. Ja. Goed, jullie krijgen ook de kans om een vraag te stellen. Duidelijk wie de gasten zijn volgende week. Menno Veldhuizen, sponsorcommissie. Jan van Twillen, technische zaken. Bart. Ja, hadden ze dit aanzien komen bijvoorbeeld? Zo'n jaar. Aan Jan van Twillen bijvoorbeeld, gaat er in de winst wel gebeuren? Genoteerd. Stefan? Mijn vraag is eigenlijk waar ze Eendijk over een jaar of twee, drie zien. Die club heeft de afgelopen 10 jaar enorme stappen gemaakt. Mm-hmm. Wat ze nu meemaken is voor het eerst sinds lange tijd dat het echt flink tegen zit. Hoe bereiden zij zich voor op de toekomst? Op de nabije toekomst, de eerste 2-3 jaar. Prima. Mooie vragen. Hebben ze een week de tijd om over na te denken. De mannen, Menno en Jan. En dan hoort u volgende week de antwoorden. Dan zijn we er weer. Aanstaand weekend, een lekker voetbalweekendje, wordt mooi weer, ruim 20 graden. Heb je nog iets te doen aan de lijn? Ik zit samen met een vriend, begeleid ik een elftal bij Spakenburg, de onder 17. Ja. Dus wij spelen thuis tegen Pancratius en gaan we onze koppositie verdedigen. Oké. Lekker zonnetje, Bart, ergens aan de rand van het veld. Ja, ik ga kijken of IJsselmeers de koppositie weer kan heroveren op AFC. Goed. Ik zit bij IJsselmeers de treffers. Oké. Dan... gaan we jullie weer horen en lezen het komende seizoen. Bedankt Bart en Stefan voor je komst naar de studio. U bedankt voor het kijken. Een sportieve groet uit het Los Sportcafé.